ecodorp in aanbouw, in drie cirkels. Dit is wonen en werken zonder uitstoot. Ja, het hele project is CO2-negatief. Natuurlijk omdat de meeste materialen die we gebruiken op enkele na van nature al CO2 opnemen. Er zit ongelooflijk veel hout zit erin. Kalkhennep, wat in de wanden zit, neemt natuurlijk ongelooflijk veel CO2 op. Dit is een en al duurzame, circulaire innovatie. Het grootste gedeelte van de woningen zijn biobased en de rest is allemaal gemaakt van afval en is allemaal circulair, dus kan allemaal weer hergebruikt worden. Ook met isolatie. De isolatie in de wanden zit, wordt gemaakt van oude spijkerbroeken. Dit is glasschuim. Dat is het meest gebruikte bouwmateriaal wat we hier hebben volgens mij. Ja, dus een afvalproduct wat eigenlijk weer gebruikt wordt als grondstof. Dat is maar helemaal als een berg. We zijn hier op dit moment bezig om een basaltaccu te gaan bouwen. 600 zonnepanelen verwarmen hier straks een enorme massa lavasteen. Tot 450 graden in de zomer. En die zomerwarmte wordt vastgehouden door muren van 1,5 meter dik. Dit is onze bouwplanning. Duurzaamheid is hier op zijn breedst gedefinieerd. Voor iedereen en door iedereen. Wij helpen zelf mee in de bouw. Iedereen werkt één dag in de week werkt hij mee in de bouw. En als dit straks klaar is, dan ben je trots. Heel erg trots. Ja, fantastisch. Het is heel bijzonder dat je hier aan mee kan werken en helemaal als je erin mag wonen.